Jawel, nu is seizoensbegoors 2013 en 2014. Er wordt natuurlijk heel veel verwacht voor dit seizoen, vooral bij de achterban. Is Willy nog altijd even uit wie vorig jaar? Ja, maar dat verhangen er niet. Ik wil veel wat meer met gemaakt. Hoogtijdagen, maar ook de diepte dalen. Dus, maar goed, ik bleef te bij Patrick en dat heb ik ook tegen andere media gezegd. Voor mij gaat het erom dat we het stadion voller en voller kregen. En dan vreeg je iedereen van ja, ik wil een nummer horen van wat voor positie. Of, ik zeg ja, maar is me te weinig. Ja, alleen een bepaalde plaats al. Stel dat ze 7e, 8e, 9e, 10e, rups of zo gaat. Dat is voor mij te weinig. Ik wil meer. Ik wil meer dan alleen maar een goede klassering. Ik wil mensen bindend staan. En ik wil dat Fortuna weer een uitstraling heeft in de regio. Dat zegt van oké, daar willen we graag naartoe. Met de Kenya moet er naar het stadion toe komen. En dat moet weer plezier zijn. En die uitstraling. En voor dat kunnen waarborgen de komende tijd. Daar ben ik zeer tevreden. Ja, vooral momenteel een nieuweling, wat ik zo kan zeggen. Dat is Jeffrey Vlug. Een zeer creatieve speler. Daar ben je natuurlijk heel erg blij met. Nee, dat is ook zo, omdat die positie wel vakant. En dat wil niet zeggen dat andere jongens het al slecht hebben gedaan, helemaal niet. Het gaat erom dat ze de juiste mensen op de juiste positie kunnen zetten. Of de juiste pion op de juiste positie. En we weten dat Aziz Kalouta geen rechtsboeten is. Dat had uitstekend gedaan vorig jaar. Na de winst al wat minder uitstekend. Dat veel doelpunten gemaakt vanuit de zieken. Maar dat is meer een centrale speler. En uiteindelijk heb ik dat Patrick in de Kooi een keer neergezet. Ja, iedereen weet ook dat Patrick ook een centrale speler is. Dus daar gewoon voor vernoeid. En die moet ook gewoon concurreren voor twee posities. En aan de flanken voor Vlug, omdat die positie, dat is een echte flankspeler, rechtsgoed. Dus dat is mooi. Ramon Voren, 3 jaar bier getekend. Ook daar zullen ze heel erg blij met zijn. Ja, ik ben alleen blij met Vlug en Voren, maar met behoud van de grote kern van de ploeg. En de basis, daar ligt er. En, uiteindelijk moesten ze nog op posities nog uit de bier kunnen halen. En voorlopig is dat jeugdspelers. Dat we nog niet precies weten wie de club de first zet financieel. Daar zijn ze nu aan het onderzoeken. En zolang het oe blijft dat veer niet weten, gaan we lekker met jeugdspelers aan de slag. En op de plaats bijvoorbeeld van op het linker middenveld hebben we voor Thomas Overhoff op dit moment zo. Nou, de jongen deed prima. En daarvoor hebben we ook veel gekozen om samen met Jong Fortuna om de voorbereiding te beginnen. Dan ken ik zin van wij aanhok, fysiek, wij midkent voetballend. En dan maak ik door, na 2 weken maak ik dan een keuze van wij definitief wie het eerste blijft. En zolang we niks kunnen halen van boete af, dan doen we het eerst jongens. En ik ben er heel blij mee. Ja, daar is het over de jeugd. Bob van Kamp, daar mag ik ook dit seizoen aanschuiven. Ik noem aan dat het een van de prominente gasten is die zich heel graag de biezers wil hebben. Ja, omdat we een platform hebben waar zo'n jonge speler zich best kan ontwikkelen. En uiteindelijk wordt het vooral verkezen. En als we merken dat ook die jongen het moeilijk heeft, ja, dan zal ook een stap terug moeten zetten. Maar verloop ik gewoon die met trainen met de deers. En dat is niet de honger, dat voetbalt met. En ik zie geen verschil tussen een basisspeler van vorig jaar en deers en Bob van Kan op dit moment. En zo zijn er nog meer jongens die het uitstekend doen. Ook een Timo van Maris en Nashté, Parinoussa. Dat zijn allemaal jongens, ze zijn jong jongens, ze zijn leergierig. En is het voor mij belangrijk dat die inderdaad dit blijven volhouden. Want daar gaat het uiteindelijk om. Er moet geen momentopname zijn of een bepaalde periode. En als ze het lang volhouden, dan kan ze ook lang bij de eerste blijven. Ja, dan heel wat anders. Ja, de nieuwe competitie opzet. Achilles is erbij gekomen. Maar er zijn natuurlijk ook 3 jong belofte elftallen erbij gekomen. Twente, PSV, Ajax. Heel veel over de doorn geweest. Zowel bij de clubs overal, maar ook bij de achterban. Hij heeft overal een mening. De mening van Wil. Wat vind ik Wil ervan dat die belofte elftallen toch gewoon meedoen in de Jupiler League? Ik vind het heel goed. Stel je voor dat ze met 6 ploegen in de Jupiler League zijn. En in de tussentijd gewoon daar weer 1 of 2 ploegen wegvallen. Dan kan ze de competitie helemaal opschrijven. Dus wie meer ploegen in de competitie zit, wie beter het is. Want uiteindelijk kan een speler zich alleen maar ontwikkelen. En zeker als jongspelers moet je spelen van wedstrijden. En we spelen nu 2 wedstrijden meer. Ja, ik ben er heel blij met. En of het nu jong PSV's of jong Twente zijn er nog, of jong Ajax. Het zijn er nog ploegen die hebben ook nog kwaliteit. Hè? En die zitten ook met jeugd. En uiteindelijk is de hele Jupiler League is jeugd voetbal geworden. En de topklasse is dus toch meer de oudere garde van de 30 die dan de maatschappij ingaan. En de Jupiler League blijft gewoon een opleidingsdivisie. Een instituut en veer ook als club. En weer dragen een steentje LBB. Er zijn er enkele mensen, of enkele, er zijn nog hoofdzakelijk toch wel behoorlijke mensen die toch nog twijfelen. Zou ik een seizoenskaart moeten kopen, ja of nee? Ja, ik heb natuurlijk Joris gezegd, maar ja, waar ben ik? Waarom zou ze naar mij loesteren? Waarom moeten jullie nu alsnog de seizoenskaart gaan halen voor het seizoen 13 en 14?
Nee, maar goed, dat is wat ik zeg. Van, kijk, voor mij is de uitdaging en voor de hele club. En ik probeer dat aan te sturen van de technische kant uit, samen met de spelers, om te zorgen dat het stadion vol is. Kijk, en, dat wil zeggen dat we groot voetbal moeten spelen, dat er passie op het veld is, dat er met de hart gevoetbald moet worden. Zo ik zelf ook altijd gevoetbald heb, nou, dat is zinnig druk. Heb ik vorig jaar druk gezien in de hele competitie eigenlijk. De enige wedstrijd is Sparta geweest, waar we een beetje zijn honger gesneden. En die hebben ons een beetje overbluft. Maar uiteindelijk hebben we dat prima gedaan. Op die manier willen we ook ons keertje naar Boetoet verzegelen. Geweldig spektakel in het nieuwe seizoen te verwachten. Ja, maar goed, anders kreeg ik een vol stadion. Kijk, om maar tactisch te voetballen en op de counter te spelen, ja, dan teken ik het voor. Uiteindelijk probeer ik zoveel mogelijk pressie te zetten naar voren. En dat is altijd wel spektakel. Fortuna en Nuut, laatste vraag. Fortuna en schitterend Nuut. Tenuut, dat heeft me toch een beetje denken aan een oud, de strijp zo. Ik vind het heel mooi, moet ik zeggen. Maar dat is nog natuurlijk, achter het scherm is het nog heel druk en het anders gewerkt. Heb nu Fortuna Sittard supporterscollectief. Alle ego's zijn overboord gegooid. Allemaal om de tafel gezeten. En we zijn tot elkaar gekomen. Jongens, we moeten één platform. Wat vindt Wil Boeze ervan? Want hebben ze nu je website al gezien. Wat vindt ze ervan? Hè? Ja, ik vind dat typisch een move van Sittard. Pionierschap noem ik dat. Wat Marcet zegt, Fortuna is de eerste BVO geweest. Hè? En dit toont wie Lu van Sittard zijn. Die kennen uiteindelijk dan toch door een stappen over bepaalde sentimenten. En ervoor zorgen dat de krachten werden gebundeld. En dat is het mooiste wat is. Dat doen we weer op het veld, krachten bundelen. En ik hoop dat alle BVO's in Limburg eens wakker werden. En dat die ervoor kunnen zorgen dat de opleiding de krachten gaat bundelen. En dat die bij elkaar komen en zeggen van oké, nu zorgen we voor een platform. Het gaat door het supporterscollectief. Hè. En het is fantastisch, de website is geweldig. En dat ze daardoor iedereen in een kwaliteit kunnen bedienen en heel veel. En de lijn moeten we doortrekken naar het hele voetbalgebeuren. Want dat is eigenlijk de core business. Dat voetballers zo groot mogelijk weer opgeleid om betaald voetbal te spelen. En uiteindelijk zal dat ook een steentje bijdragen in het volraken van het stadion. Want als spelers vanuit de regio in het eerste elftal spelen, jongens vanuit Sittard en omstreken, jongens vanuit Maastricht en omstreken, jongens vanuit Kerkrade en omstreken, dan gaat het stadion ook vol. Kom maar. Namens het hele collectief veel. Heel veel succes. En we zijn gewoon weer iedere week present. Dank u wel, Pep. Okay.